Eind februari deed Manouk Gijsman in Bulgarije mee aan het WK kunstschaatsen voor junioren. Zij werd door Nederland afgevaardigd omdat ze begin januari Nederlands kampioene werd. Hoewel de laatste trainingen en de kwalificatiewedstrijd goed verliepen, ging het op de wedstrijddag niet goed. Tijdens haar korte kuur op vrijdag 29 februari maakte ze een foutje bij haar twee drievoudige sprongen, terwijl haar andere sprongen wel goed gingen. Uiteindelijk kreeg ze van de jury 28,80 punten en werd ze 45ste. Helaas was dat niet voldoende voor de finale, want alleen de beste 24 mochten daaraan deelnemen. Manouk is pas 15 jaar en deed mee in de leeftijdscategorie tot 19 jaar. Volgend jaar is de Alphense 16 en mag ze opnieuw deelnemen aan deze categorie, maar dan moet ze zich natuurlijk wel plaatsen. Het WK wordt dan opnieuw in de laatste week van februari gehouden.